Kun jij ook geen genoeg krijgen van Ex on the Beach Double Dutch? Kijk dan snel verder, want wij hebben de lekkerste, de heftigste en de heetste momenten van jouw favoriete exen op een rij gezet. Bullshit. Met in deze aflevering de meest jaloerse momenten. 5. Andrea, de villa is een haaiennest. Om daar alvast aan te wennen mag je meteen kopje onder met Elodie. Oef. Als Harrie hoort dat ik ook nog eens een keer met hem heb gezoend in het verleden en dat ik nu met hem op date moet, nou, volgens mij is het al gewoon bijna meteen klaar. Dat lijkt me gewoon een gezellig jongen. Voor mij is het ook geen concurrentie. Maakt mij helemaal niet druk. Ze blijft toch goed trouw. Hey, van Harrie? Andrea. Maar ja, in Nederland heeft Elodie wel al eens aan de lippen van deze Italiaanse Casanova gehangen. Tijdens een gezellig avondje. Harrie weet nog niet dat we gezoend hebben, maar ik wil het hem sowieso wel gaan vertellen. Liever dat hij het gewoon van mij hoort vanavond nog, dan dat hij het, zeg maar, op de een of andere rare manier kut hoort. En nu Andrea beet heeft, ziet Elodie dat als een goed moment om haar eerdere avontuurtje met hem op te biechten. Ik heb een keer in een heel dronken verleden met die gozer gezoend. Met wie? Die Andreas. Wanneer? Afgelopen zomer of zo. Dan had je dat straks toch kunnen zeggen, volk je had. Hoezo? Gewoon zoals ik zeg. Misschien had ik dan wel niet gewild. Nou, oké. Bullshit. Ja, en dan is het klaar, hè? Hij moet niet zeuren, want hij heeft iedereen in het huis gehad. Oké, jij hebt wel een point. En ik heb niet met die gozer gehad. Het is in het verleden gebeurd, dus wat moet Harrie ervan vinden? Moet ik boos worden op alles wat hij in het verleden heeft gedaan dan? Hier. Hallo. 4. Goedemorgen allemaal, tijd om kleur te bekennen. Altin en Esmee maak je gereed voor een body-to-body date. Nu ligt hier in de villa. Esmee viel wel een beetje op en ze ziet er wel een beetje goed uit. En ik dacht, ja, met haar kan ik wel op date gaan. Ik weet dat Altin dat die zo niks interesseert, denk ik. Dat ik me dan zo voel. Dus we gaan niks doen. Huh? Dus we gaan niks doen. Dat heb ik niet gezegd. Nee, ik zeg gewoon niks. Ik ga gewoon plezier maken met iedereen zoals ik heb gezegd. Ik weet dat zelf niet. En dan zeg ik van ja, je moet het u niet aantrekken, dit dan, maar mij wil zo niet echt 100% geruststellen. Ik kan het zo 50% geruststellen of gelijk dat hij altijd doet. En dan is het nu tijd voor terror. Yo, hallo, hallo, dit kan echt niet. Oh, heel laat vallen nu, ja, bye. Ik weet dat die tablet. Allee, wat dat voor mij is. Ik word hier echt ziek. Ja. Oh my god, man. Hanna, benieuwd hoe de date verloopt? Kijk maar even mee. Oh my god. Laat nu zien, Hanna. Ze zoenen toch niet, hè? Ja, nee, dat niet. Maar kijk, lekker gezellig. Alles, oh my god, ik sla die echte tanden in die gast. Oh my god. Jo, echt. Oh, Han, niet stressen. Ja, ik denk toch, als hij haar zou zoenen, dat ze wel meedoet. Ja. Ah, ik zweer het, jongen. Echt waar. Ik heb ze biedt alles afbreuk. Ik zweer het u. Oh my god, nog een extra foto. Oh my god, kijk. Oh, laat zien. Waarom gaat hij niet open? Oh, mijn god. Dan trek je er niks van aan, joh. Zo met zijn kop dicht bij haar tietjes, ja, maar echt waar. Echt waar, jongen. Niet rustig. Ik zweer het u, ik sla die andere in straks. 3. Zie jou kijken, man. Wat moet ik doen dan? Mag ik niet naar kijken dan? Zie jou kijken, Kijk, ik moet praten met haar. Nee, maar ik ken jou in blik toch, of niet dan? Ik kan Imke gewoon niet ontwijken, want jongen, die trekt het zaad uit mijn ogen bijna. En ik kan gewoon niet van je af blijven geven. Ja, Hou hij dan niet in de gaten, Sim? Daar is hij, joh. Maar 300 drinken. Hallo. Sam, hou mij dan niet in de gaten, hé. Het grappige is, als jij op haar kont slaat, het eerste wat je doet is naar mij kijken. Meteen. Ja, of iets anders. Meteen, hè. Meteen je hoofd geen poep. Kijkt Sam. Meteen. Oké, sorry. Jij moet nou een kus. Klaar. Geef maar, kom eens. Mij los, klaar. Oké, dan gaan we niet meer praten tegen elkaar. Dusty loopt naar Kiano toe. En ik stond daar een meter vanaf. Maar lekker. Dus, ik sta hier nog steeds. Hè? Ik sta hier nog steeds, hè. Ik ga niet zo praten, man, over mij. Hij loopt de hele Avond bij mij rond. De hele tijd loopt hij mij aan te plakken dat hij bij mij wil slapen, bla bla bla. Hij loopt 1 seconde naar Kiano toe en het eerste wat hij zegt, ik wil Imke doen. Ik zweer het, hè? Dus ik zweer het, hè? Ik zweer het, hè? Luister, ik hoor toch wat jij zegt tegen mij. Madame, wat ga je gooien mij? Ik hoor toch wat je zegt, dan? Waarom doe je zo tegen mij? Waarom doe je zo tegen mij? Waarom maakt hij mij zo kapot, man? Waarom breekt deze jongen mij zo? Elke keer opnieuw. Ik word nooit verliefd. Ik word nooit verliefd. Nou ben ik een keer verliefd, nou vind ik iemand een keer echt leuk. En dan krijg ik weer zo'n gezeik. Hé, maar Im. Luister, ik denk dat ik bij jou ga slapen, man. Ze is echt boos op mij nu. Ik meen kus op mijn wang. Sam, ik wil met je trouwen en een leuke tijd hebben. Ja, ik snap niet dat Dusty mij zo'n terug voor schrik kan zetten, want hij geeft mij een kus op mijn wang en hij gaat dan Sam zijn ex gaan marryen. I don't get it. 2 is Brody en was wel into Renske. Maar ja, I'm the new king of this girl. En in de fractie van een seconde hoor ik loco, hoor ik El Loco. Brody is bloedjaloers over de aandacht die Renan wel en hij niet van Renske krijgt. En dus is de villa nu al te klein voor onze Brody. Brody is helemaal loco. Mijn huis! Kom! 1. Robin, tijd voor Wet n Wild en je natste droom. Stap in een real-life videoclip tijdens deze bubbelende date. Samen met Lena en Angelica. Veel plezier. Hey. Dus ze komen uit de kamer en het eerste wat ik dacht was van zo fucking marginaal dan die eruit zien. Echt zo trashy, echt zo... Ja hoor. Is 50 cent al iets of niet? Ik ben 50 cent. Oh ja. Nee, ik ben euro. 1 euro. Ik weet eigenlijk zeker dat Robin er niets mee gaat doen. Ik denk niet dat hij hem gaat verlagen naar dat niveau van die trashy bitches. Dit gaat helemaal mis, jongens. Lijkt net of we dat al gezocht hebben. Ik ben wel benieuwd, man. Ik ben echt benieuwd. Ze gaan sowieso twerken. Dat moet gewoon. Maar ze kunnen niets anders dan twerken. En als er nou kussens of intieme aanrakingen, wat ga je dan met hem doen? Ga je hem dan buiten gooien? Nee, dat interesseert mij niet. Nee? Ik ging zwaar lachen, want hij gaat met 2 op... Wat hij doen? Allee, ik ben Lamborghini en naar zo'n brakker. Nee, hij is op date met 2 Fiat Pandas, de shop. Ik leid daar niet van wakker, hè. Wat is je date, man? Ik zeg je eerlijk, het was echt top. Het was echt top. En ik zie daar een bad met alleen maar champagneflessen. En ik heb een champagne shower gedronken. Heb je eens iets gebeurd? Nou, wij hebben wel gezoend met elkaar. Ja, wij hebben wel gezoend. Wow! Ik heb zeker geen jaloezie, maar nee, totaal niet. Die komen zelf niet eens tot aan mijn enkels. Waarom moet ik jaloers zijn op die 2? Ze heeft net zitten praten over mij. Ja, het is als jullie weg waren. Vandaag nog? Ja. Het valt me al op dat ze een paar dagen blikken naar mij gooit. En dat kan ik gewoon echt niet waarderen. Dus ze gaat het echt van me krijgen, hoor. Die meisjes zijn 2 op 10. En ik ben 10 op 10. Dus ja, dat is geen concurrentie of zo. De bom barst. Als Angelica ook nog eens tipt dat Stacey jaloers is over de date met Robin. Ja, ik ga met Stacey praten. Stacey, wij moeten praten. Wat heb jij over mij gezegd de afgelopen dagen? Ja, begin maar met die blikken en die vieze ogen, dit en dat je op me gaat gooien. Oké, ik kan nu gewoon zeggen, ik kan nu gewoon niet af, punt.